Vissen, welkom bij jullie weekreading voor de week van 7 tot en met 13 november. Dit is voor iedereen die vissen in zijn zon, maan en ascendant heeft. Algemene reading zoals ik zei, dus het kan niet voor iedere vissen resoneren. Neem mee wat resoneert en laat de rest los. De eerste kaart die er voor jullie is uitgekomen is de Kelken 5, vissen. De tweede kaart, de Kelken 8. En de derde kaart, de Kelken 3. Een hele mooie positieve energie met de Kelken 3. Dus ik ben wel heel blij dat deze kaart eruit is gekomen. Dit is alle 3 jullie energie. Schorpioen, kreeft, vissen, waterenergie. Dus ik heb ook het gevoel, vissen, dat je de komende week wat meer in je energie, op een wat hogere frequentie komt te staan, als het ware. Je kunt je in de afgelopen periode wat down hebben gevoeld. Met die Kelken 5 wat we hier hebben liggen. Dit is gefocust zijn op dingen die er fout zijn gegaan. Spijtgevoelens hebben wellicht. Maar alles gebeurt met een reden. En het is inderdaad de boodschap van de kaart. Dus laat spijtgevoelens los. En omarm inderdaad de mogelijkheden die je hebt op geluk. De kansen die er op je pad komen. De Kelken 5 werd verklaard door de Pentakels 10. En de Kelken 10. Dit zijn de 2 meest positieve tienen uit het dek. Maar zoals jullie weten, vis, een 10 is ook een einde en een nieuw begin. En Pentakels 10 heeft alles te maken met familie, met stabiliteit. Dit kan te maken hebben met financiële stabiliteit, met geldzaken. Maar er is heel veel om dankbaar voor te zijn. Financieel succes. En een belonend en rijk familieleven. En met de Kelken 10 hebben we een kaart van liefde en zegeningen zullen je leven vullen. Harmonieuze relaties met familieleden. En happily ever after is de boodschap van deze kaart. Maar deze kaarten verklaren de Kelken 5. Dus ik heb het gevoel dat een bepaalde situatie, en het kan een situatie zijn die te maken heeft met je familie, of met een langdurige relatie die je hebt gehad, waarin je teleurgesteld bent of waarin je het gevoel hebt verkeerde keuzes te hebben gemaakt met de Kelken 5. Ik heb het gevoel dat je je inderdaad down voelt, verdrietig bent. Hierover, in de afgelopen periode in ieder geval, heb je je down gevoeld, verdrietig geweest. Maar je gaat nu inderdaad een besluit nemen om een bepaalde situatie achter je te laten en vooruit te gaan. Dit is een situatie met de Kelken 8 die niet langer vervullend is. Dus ik heb ook het gevoel dat mocht je fysiek al gescheiden zijn van een bepaalde persoon of een situatie, kan ook een werksituatie zijn, kijk hoe het resoneert. Je gaat je nu ook emotioneel inderdaad focussen op iets anders. Met de Kelken 8 wandel je richting je Kelken 9, je wens, vervulling, je geluk. En dit is een hele snelle energie. Want deze kaart werd verklaard door de zegenwagen. Balans vinden in een situatie en dan met volle daadkracht vooruit. Dit kan ook letterlijk een situatie zijn waarbij je je gaat verplaatsen. Gaat reizen. Je elders gaat vestigen. Dus je gaat een bepaalde situatie verlaten. Je bent vastbesloten. En dit is een kaart van de controle terugnemen. De controle hebben over een bepaalde situatie. Dit kan ook te maken hebben inderdaad met een nieuwe carrière starten. En ook inderdaad erkenning krijgen van anderen als het gaat om je succes. De laatste kaart, de Kelken 3, is een kaart van er is iets te vieren. Er komt goed nieuws binnen. Dit is inderdaad vreugde, plezier maken met vrienden, met familie samenkomen. En ik heb sowieso het gevoel, familie is heel erg belangrijk voor jullie in de komende week vissen. En er gaat iets gevierd worden met de Kelken 3. Er kan goed nieuws binnenkomen over relaties of over kinderen. En dat kan ook te maken hebben met je carrière. Kelken 3 werd verklaard door de wereld. De laatste kaart van een grote arcana. Dus je hebt alle stappen, alle fases doorlopen. En dit spreekt van een gelukkig einde van een bepaalde situatie en een nieuwe start maken. Met de zegenwagen naast de wereld, ja, een hele grote verandering gaat er plaatsvinden in je dagelijkse leven, heb ik het gevoel. Het kan zijn dat jij met de staven 4 onder op het dek, wat kan staan inderdaad voor je huis, voor je basis, je roots. Dit kan staan voor het,
ja, uplevelen van een relatie naar een volgend level. Dus kan staan voor een huwelijk, voor een verloving. Kan staan voor een nieuw contract wat je gaat tekenen. Maar dit is ook weer een kaart van goed nieuws. Een kaart van harmonie, vreugde. Iets te vieren. Tijd om iets te vieren. Beloning krijgen voor je harde werk. Jezelf verlossen van situaties die je niet langer goed voor je zijn op je pad. Dus je verlaat inderdaad een bepaalde situatie die niet langer vervullend is. En dit is geluk. Dit is ook weer een kaart van wensvervulling. Praktische stappen ga je zetten, vissen, want ik heb hier de koningin van pentakels onderop zien liggen. En van de Soul's Journey hebben we de kaart eigenwaarde, self-esteem. Ik heb bepaalde giften die niet alleen mij ten goede komen, maar ook anderen. Dus je hebt een bepaald talent, een bepaalde gift om ook andere mensen te helpen. En het kan zijn dat je hiervoor onderweg zult zijn, gaat reizen. De wereldkaart, de zegenwagen naast elkaar. Dit kan staan voor een vakantie. Het kan zijn dat je goed nieuws krijgt over een vakantie. Maar het kan ook goed nieuws zijn op het gebied van je elders gaan vestigen. Dus een huis wellicht. Met de pentakels 10, de kelken 10. Ja, het kan zijn dat je inderdaad goed nieuws krijgt over een nieuwe start maken op een nieuwe locatie. In een nieuwe woning. Waardoor je inderdaad een bepaalde situatie helemaal achter je kunt laten. En dit kan ook te maken hebben met iemand waar je mee hebt samengewoond. En wellicht nog spullen hebt staan of wat dan ook. Je kunt nu inderdaad in de komende week of de komende periode. Iedereen zit op een andere tijdlijn natuurlijk. Maar er gaat een hele snelle verandering plaatsvinden met de zegenwagen. Je gaat hele snelle actie ondernemen. Dit kan letterlijk zijn inderdaad de controle terugnemen. Eindelijk actie kunnen ondernemen. En inderdaad achter het stuur springen en die zegen behalen. Datgene wat je wensvervulling is. Goed nieuws gaat er binnenkomen met de wereldkaart. Kun je een bepaalde situatie afsluiten op een goede manier. En inderdaad een nieuwe start maken. Een nieuwe frisse start maken. Dus dat is de boodschap. Onder op het dek van de Soul's Journey hebben jullie de kaart Adversity. Ik accepteer dat uitdagingen de beste manier zijn om te leren. Dus je gaat inderdaad alles wat je mee hebt genomen uit een vorige relatie of uit een vorige werksituatie, ga je meenemen naar de toekomst. Kijk, daaronder ligt de kaart het oordeel. Wedergeboorte. Het oordeel in de tarot staat voor een wederopstanding, een wedergeboorte. Een nieuw begin, een nieuw leven starten. En ik accepteer, ik begrijp dat iedereen zijn eigen unieke pad en uitdagingen heeft. Dit is ook terugkijken op het verleden met vergeving. Vergeving voor jezelf, vergeving voor de ander. En dat is wat ik voor jullie heb, vissen. Dus ik hoop dat het resoneert. Ik hoop dat je er een boodschap uit hebt kunnen halen. En zo ja, dan geef mijn video een like. Abonneer je op mijn kanaal, mocht je dat leuk vinden. En laat een reactie achter. Ik wens jullie heel veel liefde en licht de komende week. En ook het komende jaar. De komende periode. En hopelijk tot de volgende keer. Dag!